aflevering 14 van de Uppelot podcast. Mijn naam is Nick Steenkist. En mijn naam is Dennis van Ozanen. En vandaag bespreken we de luisteraarsvragen en de laatste ontwikkelingen in de wereld van Universal. Hey Dennis. Hey Nicky. Een nieuwsaflevering. Ja. Ja, altijd leuk om te doen. Ja, bij de vorige bespraken we luisteraarsvragen en de laatste ontwikkelingen. Ja, ik kreeg een heleboel leuke vragen. En ook weer eigenlijk inspiratie om weer een andere show te doen. Dat was de Armchair Imagineering show. Zeker. Twee shows hiervoor. Ja, en nu hebben we alles gebundeld in de afgelopen periode om vandaag weer een aflevering te stoppen. Ja. En het leek mij leuk om nu te beginnen met de luisteraarsvragen. Ja, zeker. En, leuk. Als we even... leuk idee. Sowieso en daarna iedereen... het nieuws van Universal, want er is evengoed nog wel weer een hoop te vertellen. Er is genoeg te vertellen. Sowieso willen we iedereen bedanken voor het insturen van de vragen. Dat is altijd super tof. En daarnaast hebben we ook heel veel leuke complimenten gekregen. Nou, niet opnoemen, een beetje ego-streling als we dat zouden doen. Nee, maar vooral de potsnacks worden goed ontvangen. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. Ja, korte aflevering. Ik denk niet dat vandaag een korte aflevering wordt. Denk het ook niet. Maar wel een leuke aflevering. En we beginnen eigenlijk met de eerste vraag en die komt van Whitney. En die vraagt, wat is jullie favoriete CityWalk restaurant? Nou. En ik vraag hem aan jou. Nou, ja. Ik heb er nooit. Ik ben heel vaak in CityWalk doorheen gelopen, maar ik heb eigenlijk nog nooit gegeten. CityWalk. Oké, ja, je kunt natuurlijk in CityWalk, voor de mensen die niet weten wat het is, hè, CityWalk is eigenlijk het uitgaansgebied / entreegebied van Universal. Voordat je naar de parken gaat, heb je 2-3 straten met restaurants, met eetentjes, met souvenirshops, waar ook de nieuwe Universal Studio Store, die we bespraken, in de eerste potsnack eigenlijk zit. En daar kun je super lekker eten. Je hebt allerlei ketens, restaurants, je hebt nachtclubs, je hebt een karaokebar waar je met een live band karaoke kunt doen. Ik wil jou daar zo graag zien. Ja, dat wil ik ook. Graag met jou. En een van de restaurants die je daar hebt, is onder andere Hard Rock Café. Je hebt de standaard NBC Bar and Grill. Een soort sportsbar eigenlijk. Maar ja, mijn favoriet is Tootsums Chocolate Emporium. Het grote restaurant met de freak shakes, de grote gigantische burgers, donuts. Het ziet er een beetje uit als een Sjaakie in de chocoladefabriek. Dat is de inspiratie. Het is heel over de top restaurant als je de gevel bekijkt. Met grote schoorstenen. Het is echt een fabriek, moet het ogen. Ja, een chocoladefabriek. En het is van binnen gewoon één suikerfestijn. En daarnaast ook gewoon normale keukens. Ja, steaks, burgers, vis. Origineel in Amerika, steaks en burgers. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Die heb je alleen in Orlando. Hè? In Hollywood hebben we niet de vestiging ervan. Hollywood wordt die gebouwd. Zou die eigenlijk vorig jaar openen? Maar ja, er gebeurde daar iets met een pandemie. En daardoor staat het op hold. En voor Beijing komt hij ook. Dus dat is wel echt een signature restaurant voor Universal. Voor de rest zijn ook heel veel andere leuke dingetjes, vind ik zelf. Ik vind Voodoo Donuts is voor mij echt een must. Zo'n heerlijke, verschrikkelijk grote, vette donut. Allerlei rare, bijzondere smaken. En s'avonds een margarita halen bij Jimmy Buffett Margaritaville. Ja, dat hoort er ook wel bij. Vergeet niet je ID-kaart. Want anders krijg je gewoon niks mee. Daar zijn ze heel streng in. Ja. Het zijn hele brede keukens die ze daar hebben. Je hebt van Aziatisch tot echt de steaks en een beetje soulfood-achtige dingen. Ja, van Bob Marley tot sushi. En ja, noem het eigenlijk maar op. De Hot Dog Hall of Fame. Ja, mochten we een keer daar naartoe gaan, want we hebben het nu over Orlando, waar de grootste CityWalk ook zit. Daar moeten we daar een keertje een soort proeverijtje doen. Dan gaan we alles langs. Bijna elk Universal Park heeft ook een CityWalk. Behalve Singapore, volgens mij. Die heeft geen CityWalk, dacht ik. Dat weet ik niet zeker. Die zit natuurlijk op dat resort. Maar Beijing heeft het, Osaka heeft het, Hollywood heeft het en Orlando uiteraard heeft het. Ja, en op aan te sluiten op Whitney haar volgende vraag. Ze hebben tweede ook ingestuurd. Wat vinden jullie de beste periode om naar Universal te gaan? En voordat we die gaan beantwoorden, we hebben het plan om een keertje een aparte aflevering te maken met hoe je vanaf nul een Orlando reis boekt. Gaan we even een beetje focussen op Universal dan, want er is natuurlijk veel meer te doen, Walt Disney Worlds en alle andere SeaWorlds. Maar wij gaan hem dan wat compacter maken en begrijpbaar voor iemand die nog nooit naar Orlando is afgereisd. Want er komt best wel wat bij kijken om dat goed, zeker, goed te regelen. Ik persoonlijk vind de beste periode, wat het net even in het voorgesprek er al over, september, oktober. Tof, heb je gave seizoen, heb je Halloween heb je erbij. Ja, maar ook, ik kijk vaak naar weer. In september is het wel vaak orkaanseizoen. Ik wou zeggen, zit je in hurricane season? Ja, die heb ik al een paar keer meegemaakt daar. Dus daar kan het spoken. Maar voorheen was dat ook de periode dat het wat rustiger was. En tegenwoordig maakt het niet zoveel in Orlando meer uit. Het is het hele jaar druk.
Je hebt natuurlijk de piekdagen, de piekfeestdagen. Ja, je kijkt natuurlijk ook naar het weer inderdaad voornamelijk. Hè? Want je wil wel dat het warm is, je wil wel leuke dingen kunnen doen, maar je wil ook niet dat het heel benauwd en warm is. Alsof je zeg maar een sauna rondloopt de hele dag. Voor mij zou ik zeggen februari is een fijne. September inderdaad ben ik ook wel geweest. Maar ik ben mijn laatste trip, dat is nu, op het moment dat we dit opnemen, exact 2 jaar geleden. En dat was in juni. En dat was best wel prima te doen. Dan zit je net na de Memorial Days in Amerika, de weekend. Maar voor de grote zomervakanties, dan zit je overal net een beetje tussenin. Dan is het weer wel oké, maar nog niet zo extreem heet. En nog ook niet de vakanties. Dus dat is op zich ook best wel een goede periode om te gaan. Dat gaan we dan wel een keertje in de uitzending even goed... Gaan we het helemaal uiteenzetten. Maar eigenlijk voorjaar en najaar is eigenlijk de meest gunstige tijd... Dat is ons advies om daar naartoe te gaan. Nou, exact. Dan krijgen we ook nog een vraag binnen van Sjoerd Kramer. En die zei, hebben jullie een idee wanneer Universal Studios Beijing open gaat? Ja, Beijing, dat is jouw project. Dat volg jij echt elke... Dat volg ik dagelijks. Ja, elke steen die wordt neergelegd, krijg ik weer een appje van, er ligt weer een nieuwe steen voor de deur. Ja, er komen heel veel foto's van werknemers en allemaal illegale Chinese foto's met een aardappel geschoten. Het ziet er niet uit, maar we hebben wel een heel duidelijk beeld van wat daar gebeurt. We weten alles, behalve de openingsdatum. En het personeel weet ook niks, mag ook niks zeggen. Er zijn recent soft openings een beetje geweest. Ja, die zijn meteen weer offline gehaald allemaal. En dat moest gelijk iedereen van niet communiceren, weg ermee. En het zou eerst eind mei zijn. Toen is gezegd juni. En nu wordt gezegd als targetdatum 1 juli. Ja. Is al heel snel. En alles is klaar, hè? Deze podcast uitkomt, zitten we heel dicht bij die datum. Ik denk niet dat 1 juli wordt gehaald. Het is daar ook een beetje... Ze zijn afhankelijk, denk ik, ook van heel veel media-aandacht... van internationale pers die daar naartoe moet. Ja, en reizen nu naar China, even met corona en bepaalde beperkingen. Ze moeten wel open, want het staat allemaal al klaar. En het lange dichthouden zou mij zonde van het geld zijn. Daar zou ik meer op locals richten. Alleen ik denk dat ze dat heel veel aandacht gaan geven aan de grote opening. Dus echt de pers-media-aandacht. Dat moet natuurlijk wereldwijd. Het is het duurste park ter wereld gecreëerd. Ja, ooit het duurste pretpark ooit gebouwd. Ja, dat wil je natuurlijk op elk nieuwskanaal in elk land naar voren hebben. En ga je het alleen op Aziaten richten, ja, dan zal het niet snel worden opgepakt, denk ik, door de internationale media. Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. En voor de rest is wel, als je naar het park kijkt, eigenlijk alles is klaar. Als je nu ook kijkt op de website... De promofilmpjes zijn met de attracties die daar zijn, met bezoekers erin, de nieuwe Decepticoaster, Harry Potter, alles, zeg maar, Jurassic World beelden vanuit het land. Dus het is eigenlijk allemaal klaar. Ja, ik raad sowieso iedereen aan om even naar universalbeijingresort.com te gaan, de officiële website. En die is deze week toevallig helemaal gerefreshed met, zoals je al zei, hele vette beelden. Waar je echt een goed beeld van krijgt. Alles staat klaar, maar het is alleen nog niet open. Dat is de genade van het park. We hebben een volgende vraag en die is van Thierry. En die gaat als... Ja, wat verwachten jullie van de Halloween Horror Nights? En dan denk ik dat die wel doelt op Orlando. Want dat zijn de enige die tot nu toe echt groot zijn aangekondigd al. In elk geval met een thema, met een host eigenlijk van het event. Ja, het is een beetje lastig, want... Wat verwacht je? Kijk, Universal heeft al gezegd, dit is de 30ste editie. Dit moet eigenlijk het grootste, het vetste wat ze ooit hebben gedaan. En vorig jaar is dat helaas maar deels doorgegaan vanwege de hele pandemie. Maar dit jaar moet het wel echt bigger, better, echt groter dan ooit zijn. Ja, want het thema dit jaar is Never Go Alone. Dus ook daarmee eigenlijk oproepen, kom met z'n allen, kom samen. Een duidelijke boodschap van jou, Dennis, ga niet alleen. Nee. Nee, inderdaad, het main character met Beetlejuice, wat we al zeiden. Ja, zeker. Ja, ik heb helemaal niets met Halloween. Ik weet er ook niks van. Maar ik vind Beetlejuice wel een van mijn favoriete characters als het gaat qua film en qua persoonlijkheid in de park. Ik vind dat echt een heel leuk character. Ja. En ik zou nu wel die Halloween dingen bezoeken, puur voor Beetlejuice. Maar er is nog straks, we hebben een teasertje, denken wij welke huizen er gaan scarehouses gaan openen? Ja, op basis van de geruchten die er gonzen en die er zijn, die er vorig jaar ook al waren. En een deel van die geruchten is vorig jaar uitgekomen, want vorig jaar hadden ze Beetlejuice één dag. Ze hadden Bride of Frankenstein als haunted house. En dat is een beetje de vermoeden dat de volgende huizen, dus Bedtime Stories. Of ja, dat kan zoveel zijn. Een nachtmerrie in de slaapkamer, denk ik. Billie Eilish wordt vaak genoemd, een artiest. En dat zou op zich niet gek zijn. Universal heeft vaker dingen gedaan met artiesten. En zij is nu wel een van de grootste artiesten wereldwijd, ja, ook bij de jeugd. In elk geval hot, inderdaad. Ja. Hè? Dus hot topic.
The Haunting of Hill House. En ja, als deze waar zou zijn, dan zou... Ik klap al heel zacht. Alleen daarvoor zou je al die kant op gaan. Dat Fast and the Furious... Nee, niet. Nee, Gremlins. Ja, vet. Ja, hoe vet zou dat zijn? Dat is toch wel een jeugdklassieker. Ja, nee, dat zou voor mij bijna een reden zijn om die kant op te gaan. Helemaal in die kerstsfeer. En ik moet gelijk denken aan de eerste film. Ik kreeg ook gelijk een beetje flashback naar de Dark Ride uit... Movie Park Germany. One of Us Movie World. Ja, in Bad Hop Kiergaan. Ja. Daar moest ik gelijk aan denken. Daar ben ik wel heel benieuwd. Mocht dat doorgaan, daar kunnen ze wel iets heel vets van maken. Dat is natuurlijk jeugdsentiment. Zoals ook met wel eens die Ghostbusters. Het zijn geruchten, hè? Ja. Maar het zou wel heel vet zijn. Wat we in elk geval zeker weten, is dat er komen 9 haunted houses. 9 spookhuizen. 5 scare zones. Er zijn 7 attracties geopend tijdens het event. Er is live entertainment en 2 speciale dining experiences. En daarnaast zal sowieso de Academy of Villains show, zo'n ding, dat zal sowieso spelen. Dat hebben ze al een paar keer eerder gedaan. Ja, het is immens populair, vooral in Amerika. Ja, maar Universal Orlando, dat is zeg maar de godfather van de moderne Halloween events. Alles wat je ziet, of het nou Movie Park Germany, Walibi is... Ze spelen allemaal leentjebuur bij Universal. Universal is de koning, de keizer en de admiraal van Halloween. En als zij nu zeggen dat dit het grootste ooit was, ja, dan kunnen we alleen maar... Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe ze dat dit jaar gaan uitpakken. Want 2021 is wel een heel groot jaar voor Universal. Naast dat ze wat attracties openen. Het is niet normaal hoeveel er nu naar buiten komt van Universal aan nieuws. We hebben een heel mooi moment de podcast gestart begin dit jaar. Ja, absoluut. Want het is elke dag komt er nu een hele shitload aan ja, en het is bijna niet bij te houden, ook met alle maatregelen. Want het ene moment wordt in Universal de 1,5 meter, of de 6 feet wordt afgeschaft. Dan wordt het 3 feet, dan wordt het met een mondkapje. Een dag later was het zonder mondkapje. Het is bijna niet meer bij te houden. Ja, je merkt ook dat als we dan weer een beetje gaan kijken naar de battle tussen Disney en Universal. Alsof Universal met alles een stap voor wilt zijn. Natuurlijk ook op marketinggebied, maar ook in ontwikkeling. Het is wel echt een battle nu weer gaande. Zoals die in de jaren 90 was, met de parken. Absoluut, met Universal en met Disney. Ja. Vooral nu ook met Avengers Campus natuurlijk, in Disney's California Adventure. Nu met Velocicoaster, die natuurlijk geopend is in Islands of Adventure. Ja, ze zijn continu, staan ze lijnrecht tegenover elkaar. En nogmaals voor ons fans, we hebben het al een paar keer gezegd. Maar het is een hele leuke periode. Dit wel echt gewoon gaaf. Ik bedoel... Als we nu even tussendoor misschien even een bruggetje kunnen maken naar onze socials, die zijn... Kun je altijd vinden op @upperlotpodcast op Instagram, Twitter, Facebook, overal eigenlijk. We zijn overal te vinden, maar zo het merendeel zal op Instagram en Twitter zijn. Daar posten we nu echt bijna dagelijks ontwikkelingen met foto's. Er komt zoveel uit nu uit het park. Nu ook met de opening recent met de Velocicoaster. Wat die dag allemaal in informatie naar buiten komt. Dat gaan we zo direct wel even bespreken met het Orlando gedeelte. De volgende vraag is van Tim en die vraagt... Waarom horen we weinig over Universal Studios Singapore? Ja, dat is op zich best wel een goede vraag. En ik denk dat we best wel duidelijk antwoord ook hebben. Ja, Universal Singapore is een licentiepark van Universal. Het is voor hun eigenlijk... Ja, ze trekken daar de royalties en licentiekosten trekken ze eruit. En zolang als ze daar niks nieuws nodig hebben... gaat Universal niet heel actief voor ze ontwikkelen. Ik denk dat ze het alleen op kwaliteit een beetje daar controle over houden. Monitoren en... Ze zullen niet de eerste stap. Het ligt gewoon puur aan de investeringsmaatschappij die daar in Singapore het hele resort beheert. Ja, Sentosa. Daar wachten ze op als die een keertje op de deur klopt van we hebben een nieuwe attractie of we hebben geld om iets te investeren. Maar er wordt al heel lang niks meer gedaan. Eigenlijk sinds de opening van het park. Zit ik even te denken. Puss in Boots is toegevoegd toen. Die achtbaan. Ja, je kunt over discussiëren of het een waardevolle toevoeging is. Maar voor zolang maar dat het park al open is, gebeurt er vrij weinig. Klopt. Als je het vergelijking, natuurlijk is Japan van hunzelf. Daar zit ze natuurlijk een beetje wat anders in. Maar daar gebeurt meer dan dat hier in Singapore. Nee, dat klopt. Maar we hadden het er van tevoren natuurlijk ook al even over. Dat park heeft niet eens een eigen Instagram-pagina. Zit gewoon bij het Resort World Sentosa. Zit dat gewoon erbij in. Het is onderdeel van het totale resort. Ik denk dat resort zelf ook meer opbrengt. Dus de winkelcentra die ze daar hebben, casino's. Dat Universal is gewoon een leuke extra daar. Het is niet de hoofdtrekker, denk ik... van het resort. Dat Resorts World heeft natuurlijk heel veel resorts, casino's en over de hele wereld. Dus dit jaar gaan ze in Las Vegas, een van de grootste resorts ooit, gaan ze openen.
Dus ja, die zijn zo druk bezig met andere projecten en met geld verdienen, dat ja, dit pretpark is leuk voor de bij. Hobbyproject. Ja, en als Universal het geld oplevert, ja, het zal Universal ook wat uitmaken. We gaan sowieso een keertje een hele historie aflevering maken over. Ja, want het is wel een heel interessant park, ja, met een paar hele toffe, unieke attracties eigenlijk, die je nergens anders vindt. En een leuke achtbaan staat daar. Zeker weten. Ja. De volgende vraag is van Robin Meinaerts. Ik wil in 2022 9 dagen naar Orlando. Welk hotel raden jullie aan om te overnachten? Ja, en nou, hier zouden we al een complete aflevering over kunnen maken. Ja, ik grijp nu een beetje terug naar het begin van de vraag die Whitney stuurde over wat de beste periode is. Dit gaan we ook meenemen in die Orlando reisboeken. Wat voor opties er zijn. Mensen met een klein budget en mensen met een groot budget. Ja. Want je kan van een goedkoop. Ja, het is, je kunt van het mooie bij Universal vind ik wel dat je hebt in principe voor elke portemonnee, voor iedereen die daar naartoe gaat, zou je nu iets hebben. Op hun eigen resort, ja zeker. Ja, je kunt natuurlijk op iDrive kun je voor een habbekrats kun je verblijven. Maar ja, als je echt in dan kan je in de garage gaan liggen en dan krijg je per dag $10 om daar te slapen. Ja. Tot hele luxe hotels. Ja, klopt inderdaad. Als je kijkt, als je echt in de Universal bubble wil blijven, dan kun je van voor $79 per nacht kun je bij Dockside of Surfside in kun je al verblijven. Ja, en als je jezelf helemaal wil onderdompelen in luxe met een Jurassic World themakamer, kun je ook op het Hard Rock Hotel kun je terecht. Zeg je, ik wil lekker in een bepaalde sfeer verblijven, zoals een beetje jaren 50, 60 beach, ga naar Cabana Bay. Hou je van een moderne sfeer met een gaaf uitzicht, dan ga je naar Aventura. Wat? Vind ik wel een mooi hotel, dat Aventura. Weet je, ja. Ja, maar ook je hebt daar een rooftop bar, die is gewoon ook voor iedereen toegankelijk. En dan kun je dus 's avonds met uitzicht over Krakatau, over de vulkaan van Volcano Bay, kun je daar cocktailtjes drinken en kun je super relaxed loungen met uitzicht over het park. Zie Hogwarts in de verte liggen, je ziet de Hulk, zie ze rondjes rijden. Hou op, nu wil ik er naartoe. Ja, dus, maar je hebt echt best wel veel en heel goede opties. En ook met transport heeft Universal het gewoon perfect geregeld. Je wordt van elk resort word je of met een boot of met een bus of hoe je wil, word je voor de deur van het park word je afgezet. Dat kan trouwens bij Disney. Oh nee, dat gaat helemaal niet meer. Bij Disney. Nee, dat is gecanceld. Dus, ja, je wordt van het vliegveld niet meer opgehaald door Disney. Nee, intern hebben ze alle transport natuurlijk nog wel. Iets heel, echt een sidestep is dit. Maar je hebt op TikTok heb je een filmpje waar ze aan castmembers vragen wat is de meest rare ervaring die je hebt gehad. En er sturen heel veel mensen filmpjes in. Dit werd toevallig in de Team Talk appgroep werd dit besproken. En dan stuurde iemand dit filmpje door. En zijn oud team of een oud castmember voor Walt Disney World, die kreeg iemand aan de balie. Ja, dit is echt heel random, maar heel leuk verhaal. En die zei van, we zijn hier naartoe gekomen naar het hotel, maar onze koffers zijn er nog niet. En toen is de receptionist helemaal gaan uitzoeken waarvan die gasten hun koffers waren, want die hadden de Magical Express geboekt. Oh ja. En helemaal gaan uitzoeken, die koffers nergens vinden. En wat bleek nou? Die stonden nog, die mensen woonden aan de andere kant van Amerika, die stonden nog bij die mensen op hun porch. Die dachten dat die bus helemaal naar de andere kant van Amerika rijdt om het bij hun thuis op te halen en dan naar het hotel brengt. Ja, echt typisch Amerikaans. Ja, 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 ja. Ik heb heel hard gelachen. Heel duidelijk communiceren met Amerika. Ja, zeker. Maar er zijn dus heel veel mogelijkheden. En om even kortbondig op zijn vraag te beantwoorden. Je kan van $70 tot, wat je net zei, de hele dure hotels. Ja, in principe, tot waar jouw portemonnee rekt, wil Universal graag met je meerekken. En Universal stunt heel vaak met deals. Dus ik zou sowieso inschrijven op de nieuwsbrief van Orlando Resort. Die hebben een aparte nieuwsbrief. Moet je even op de site gaan. Ja. En dan krijg je wel 1-2 keer in de maand komen er heel veel deals voor zowel locals als mensen erbuiten. Ja, en je hebt ook vaak als passholder krijg je ook nog weer bepaalde benefits. Dus het loont soms ook nog wel eens om van tevoren alvast Universal Orlando Annual Passholder te worden. En dan met die pas weer in te loggen. Want die kun je gewoon vanaf hier, vanuit Nederland kun je die gewoon aanvragen. En dan in te loggen dan weer op de website. En dan krijg je zo 10, 20, 30% korting. Ja, voor mij was het tussen de 10 en 20% op hotels extra korting. Dat is mooi meegenomen, mocht je een langere periode gaan. Dat is allemaal, zeker heb je zo weer je. En de, zelfs het basishotel, dus het Dockside en Surfside Inn, zijn echt super hotels. Ja, echt, ik denk dat wel vier sterren. Alle gemakken voorzien. Echt, top. Ja, nou, dan gaan we nu naar ons volgende onderdeel waar de luisteraars vragen. Super tof, iedereen. Mocht je nog vragen hebben, stuur het tussendoor. Altijd naar info@upperlotpodcast.nl of via onze socials kun je alles even opsturen. Slide even in de DM. Ja, en er komt nu een bumpertje. Filmnieuws. Want we gaan het hebben over films. Vond je mijn bumper mooi, of niet? Hebben we bumpertjes? Nou, ik maak hem nu zelf. Oh, netjes. Ja, mooi, het is een low budget bumper. Spare no expense. Nee, exact. Veel nieuws. Universal heeft naast hun distributie ook hun eigen producties. En onder DreamWorks komt er best wel veel film nieuws naar buiten. Ja. Alleen je merkt nog, wat ook met Disney,
ze willen promoten, maar er wordt niet echt... Ze zijn nog een beetje terughoudend. Ja. Wat mij wel opvalt voor Nederland, want dat is dan even ook weer een kleine site, we gaan een hoop sidesteps maken, is dat Sony Pictures eigenlijk alles wat vanuit Sony uitkomt in Nederland onder de Universal vlag uitkomt. Dat vond ik wel opvallend eigenlijk. Ja. Heel veel films van James Bond tot, noem maar op, Spider-Man. En vooral bij James Bond, want Universal heeft daar een heel klein onderdeel, doet alleen distributie, maar die wordt overal best wel qua titel voor, terwijl je denkt, dat doen de andere maatschappijen wel, maar... Maar goed, maar de grootste film die dit jaar gaat uitkomen, ja, is een favorietje van Nicky. Ik zit vooraan met de bak popcorn. Ja, dat is natuurlijk Fast 9. Fast and the Furious, ja. Hij draait al in China. Ja, en daar is hij al gereleased. En de afgelopen 2 weken heeft hij opgebracht... 203 miljoen. Dus dat is zeg maar in de eerste 2 weken alleen nog maar. $203 miljoen. En dat is alleen China. Dat is alleen nog maar China. Hij moet in de rest van de wereld moet hij nog uitkomen. En ik denk dat het best wel slim is. Dit is de eerste grote blockbuster na de pandemie. Ja, dat is voor een hoop mensen toch weer even het moment is om die summer blockbuster te pakken. Om gewoon lekker een filmpje te pakken. Bioscopen, die mogen steeds meer bezoekers toelaten. Ja, ik denk dat dit een heel, heel, heel groot succes gaat worden. Ja, want in Amerika worden al voor Fast 9 de campagnes een beetje uitgerold. Ook in de parken merk je heel voorzichtig hier en daar een klein postertje of een billboard ding. Maar zoals ik net al zei, ze wachten nog echt op de grote marketing push. Dat we hier op tv ook elk tv-zender het wel zien... of in elk magazine wel een advertentie gaan zien. Ja. En online via social. Het wordt nog een beetje tam gehouden. In Nederland nog wel, maar je ziet dus inderdaad in China zijn ze echt full out. Amerika ook. Amerika is ook vrij tam nog, als je het vergelijkt ook met wat er gedeeld wordt. Ik kijk er wel naar uit, niet naar de film, maar wat die commercieel gaat doen voor hele Comcast, Universal tak. Ja, gewoon weer cash cow. Zo simpel is het. En de enige reden, denk ik, dat wij samen daar naartoe gaan, dat we hem in IMAX gaan bekijken, is... Voor de trailer ervoor. Ik denk dat voordat de film begint gaan we al weg. Ja. Dat wil je zeggen, toch? Ja, klopt. Ja, want de geruchten zijn dat in de trailer schijnt een nieuwe Jurassic World Dominion trailer. Schijnt 5 minuten lang van de nieuwe Jurassic World film. Ja. En als je ons een beetje volgt, ja. Dan ja. Dat is het al waard. Ja, absoluut. En er was nu de eerste foto, hè? Die is nu uitgekomen. Ja, de officiële teaser filmposter moeten we het een beetje zien. Met de bekende mug uit de Jurassic Park film die op de dino-huid zit. Ja, en de foto nu met de eerste gevederde dinosaurus. Ja. Die er dus in zit. Dus we gaan een heel nieuw niveau krijgen, een heel nieuw level in ons Jurassic fetish. Ja, dino's zijn altijd al hot geweest, maar het is nu wederom weer hot. Verschillende podcasten worden er ook weer aan gewijd, want... Ja, we gaan niet te veel weg in, maar in het begin dacht men altijd dat dino's afstanden van reptielen. Maar het werd steeds meer duidelijk dat het vanaf vogels afstand. En ik vind het wel heel stoer van dat ze in Jurassic World nu ook meer op de vogels gaan richten. Als de, wat je net al zei met veren, et cetera. Maar dan gaan we het wel een keertje helemaal over hebben. Ja, maar ik vond het mooi dat in die eerste foto zit dat dus. Zie je dus die de veren. De ontwikkeling, ja. We worden blij van veren. Wat hebben wij toch een mooi leven. Naast de twee de grotere titels komt DreamWorks ook met wat nieuwe releases, waaronder Spirit Untamed. Ja. Dat is een film van een paard die in een heel krap waardje zit met zijn benen vast en die gaat door loopings. Of is dat weer een andere, iets andere film? Nee, dat is denk ik een iets andere film. Oh. Nee, dit is ook, het is een film over paarden. Ja, ik heb de eerste niet gezien, als ik heel eerlijk ben. Dit is deel 2 al. Nou, ik heb boven mijn bed de poster hangen van deel 1. Ja. Maar jij hebt een dochter. Jij zit straks aan paarden vast. Dat is sowieso, ja. Nou ja, misschien vindt ze dit met de tijd een leuke film. Maar het is de animatiefilm Spirit. Zoals ik zei, over paarden. Ja, ik heb hem ook nog niet gezien. Maar het is wel een redelijk succes voor DreamWorks. De vorige film was een redelijk succes. Zeker, ook weer met gewoon een sterrencast. Dus dat is sowieso alleen altijd... het is niet de merchandise cash cow van DreamWorks. Nee. Je ziet het niet veel terug, ook in speelgoed, et cetera. Het valt mee in verhouding met andere titels. Het is geen How to Train Your Dragon, geen Madagascar. Nee, dat zijn weer andere dingen. Daarnaast komt ook The Boss Baby 2 uit. Ja. Ook animatiefilm, ja. Nou, het leuke van The Boss Baby is dat die eerste film heeft het best wel heel goed gedaan. Dat heeft geresulteerd ook weer een serie op Netflix. Op dit moment is sowieso veel samenwerking met DreamWorks, Universal en Netflix, veel series. En dat zorgt er wel voor dat deze film wel zijn momentum heeft gehouden continu. Dus het is wel continu top of mind, zeker bij de kinderen.
En Boss Baby 2, ja, ik vond die eerste vond ik erg grappig. Dus. Alleen wel met de Boss Baby, daar hebben ze nu recent weer toch even de openingsdatum opgeschoven. Ja, de release date is weer... Dus dat is ook weer om terug te komen net op de Fast and Furious. Je merkt dat al die grote studios... Ik denk ook studios, wel om niet te veel op die Spirit Untamed... Ja, dat zijn ze wel beter aan het plannen nu, want het is afwachten ook hoe alles gaat verlopen met de bioscopen. Als dat straks weer open, en natuurlijk in Amerika zijn heel veel mensen al gevaccineerd, maar... straks in één keer die storm gelopen gaat. Daar wachten ze op en dan willen ze als eerste erbij zijn. Zowel Disney als Universal als noem alle andere filmen. Ja, en Universal heeft nog niet het hele grote eigen platform in de rest van de wereld. Nee. Hè? In de VS hebben ze natuurlijk wel, maar ja, in de rest van de wereld nog niet. Peacock is niet, staat niet in de top 5, denk ik, van de streamingdiensten in Amerika. Nee, je gaat de Disney Plus, dus de Netflix, Hulu, dat zijn de grotere jongens. Zij gaan het echt van de bioscoop-releases moeten hebben. Ja, en wat je net zei, hun samenwerking met Netflix. Dat was het voor de films. Laten we langs de parken gaan. Even, en we beginnen weer helemaal... Als we ja, de wereldkaart voor de ons hebben, gaan we helemaal links beginnen. Beginnen met Universal Studios Hollywood. Want daar zijn op dit moment... Ja, de bouwwerkzaamheden voor Super Nintendo World nog steeds in volle gang. En ja, je ziet eigenlijk dat hele land inmiddels vorm krijgen, hè? Ze zijn erg bezig met al die gekleurde bergdingetjes en backdrops. Het begint eigenlijk echt wel een landje te worden. Ja, het voordeel van Universal Studios Hollywood is, het ligt op een berg. Dus heel veel parking structures liggen hoger dan het park. Ja, je kunt heel makkelijk erin kijken. Je kunt heel makkelijk de bouwpunt in kijken. Wat we bijvoorbeeld bij in Osaka niet konden zien. Dat ligt grotendeels gelijk het park. Ja, daar komt hetzelfde als, grotendeels hetzelfde als wat in Japan ja, is. Ja, we hebben al een paar keer aangegaan natuurlijk. Alleen zonder dan de Yoshi ride erin. Ja, weet je, wordt gewoon We zijn leuk. Verwend, maar er gebeurt niet veel spannends daar op dit moment in Hollywood. Nee, ja, wat wel gewoon heel, heel leuk is natuurlijk voor Hollywood, is dat ze weer open zijn. En wat kleine dingetjes, ik had een Captain Snowball animatronic, zag ik. Daar wou ik nog even over hebben, Die was echt superleuk, dus eigenlijk tegenover de... Secret Life of Pets. Die we in aflevering 10 bespraken. Ja, daar tegenover heb je eigenlijk een straatje. En ja, daar zit dat konijn, die zit daar en die zit live. Het is echt een live acteur die erachter zit. En die praat met jou, net zoals wat ze in Universal vaak hebben gedaan met Shrek. Met Shrek inderdaad, en met andere voorbeelden. Maar het leuke is, dit is ook een beetje bij de hand character. Dus als je daar loopt, niet dat hij zou gaan schelden, maar ik verwacht wel een beetje bij de hand opmerkingen. Ja, zeker weten. En ik kijk nu al uit naar Halloween. Ja. Dat hij strakjes bebloed verkleed... helemaal. Nee, nee, niet dat. Maar dat hij straks verkleed als Captain Snowball daar staat. Ja. Dat is een klein superheldenpakje. Dat is toch geweldig? Als Universal dat niet doet, gemiste kans. Nou, we sturen even een mailtje. Van Hollywood kunnen we dan gelijk doorvliegen naar Universal Studios Orlando. Ja, graag. Het Universal Orlando Resort. Wat daar best wel leuk is om te zien de laatste periode, er zijn heel veel vacatures vrijgekomen bij Universal. Ze zijn echt op zoek naar heel veel mensen. 2000 banenmogelijkheden zijn er uitgeschreven. Ja, maar het leuke is ook dat ze die mensen voor VS-begrippen ook gewoon nog een knap salaris gaan betalen. Ja, ze zijn van een standaard salaris van $13 naar $15 gegaan. En dat is, ja... In Amerikaanse begrippen is dat het goed. Het, gewoon echt het minimumloon hè, daar nu. Dus voor Universal, maakt niet uit waar je staat, waar je werkt. Als je dus bij de parkeergarage staat of je bent papierprikker, je minimum startloon is $15. Nou ja. Als je uiteraard wat hoger in de boom komt, dan wordt het salaris ook beter. Maar $15 in Amerika is echt wel serieus geld. Je moet er maar blij mee zijn als je er het is goed dat die ontwikkeling er is. En om even terug te komen op die vacatures, je merkt ook dat Disney, ze verwachten echt een grote rush naar Orlando. Mensen willen, denk ik, zodra het groen licht is, ook in Europa en in Azië, en ze mogen weer naar Orlando. Universal verwacht gewoon giga veel bezoekers. Die kant op komen. Ja, dus dan moet je genoeg personeel hebben. En ook nu met de opening van de Velocicoaster, ook weer allemaal extra mensen die kant op. We hebben recent nog de teamfoto gepost van alleen al het Velocicoaster, rolerend team. Ja. Nou, dat was een gigagrote club. Ze hebben gewoon echt veel mensen nodig. Dat is leuk. Ik denk dat daar meer mensen op de foto stonden dan in heel Walibi werken. Ja, dat zou kunnen, ja. Of misschien ook een bezoeker zijn heel Walibi. Daarnaast is ook recent Destination DreamWorks geopend. Een theatershow die we in het oude Barney Theater kunnen zien. Ja, en dat is eigenlijk een meet-and-greet/show. Het is een nieuwe vorm van meet-and-greet volgens Universal. Ja, maar waarvan ik wel bang ben dat het alweer een achterhaald concept is. Want dit is bedacht inderdaad heel duidelijk in de pandemie. Met voor ogen afstand houden, weinig mensen erin... fotospots met goede afstand. En ja, inmiddels mogen er meer mensen in. Je hoeft geen mondmasker meer op. Je kunt bij wijze van spreken alweer knuffelen met de characters.
Dus ja, ik vraag me af hoe lang dit blijft in deze vorm. Ja, want het is een overdekte ruimte waarin het midden een rond podium is. En daar komen alle characters van DreamWorks, de Puss in Boots, noem ze allemaal. De trolls. En die zijn gewoon aan het dansen, echt zo'n Amerikaanse dansshow met klappen. Ja, dus de zaal bestaat uit drie vakken waar mensen in staan. En in het midden staan dan die drie characters, die doen een dansje, die gaan staan. Dan kun je op de foto, dan roleren ze een keer. En dan doen ze weer een dansje, kun je op de foto, ze roleren nog een keer. En dat herhaalt zich ook drie keer. Dus totaal krijg je 9 characters te zien. Het duurt een uur. Oh. Ja, daar moet je maar zin in hebben. Jezus, je trommelvliezen. Ja, dus een uur lang heb je springende trollen, dansende pingwings. Ik vond het vrij lang duren. Ik heb echt een uur zitten kijken, want ik denk, ja, alles voor de podcast. Ja, oh, maar je zin in hebt. Ik wist dat lang niet, maar ik wist niet dat het een uur duurde. Je bent een uur bezig. Oh, nou, dat denk ik er nu toch achter anders over. Wat ook in Orlando heel veel naar voren komt de laatste periode, zijn de reclame en de theming die ze allemaal hebben voor de Olympische Spelen in Tokio. Ja. Dat blijft een beetje een discutabel punt. In Tokio gaat het wel door, niet door. Ja, het gaat door. Het gaat door, natuurlijk. Het is een miljarden investering. Maar de reden is dat Universal het heel erg promoot in Amerika. Die zitten er toch bovenop. Ze hebben een soort kleine een soort food festival mini gedaan. Wat ze ook recent hebben gedaan met Mardi Gras. Met allemaal Japanse gerechtjes die je kan doen. En in de Main Street, als je binnenkomt, Production Central, die we bespraken in ons rondje door Universal, aflevering 4. Dat gedeelte, daar is alles qua theming, grote banners, het grote stage die er ook staat. Zijn ze heel... Alsof alles is aangekleed. De avondshow, de Universal Cinematic Celebration, staat nu helemaal in het teken van de Olympische Spelen. Als je binnenkomt, hangt op de arch, de grote entree van Universal, hangt een enorme Olympische Spelen plakkaat. NBC Bar & Grill, dat heb je een heel groot tv-scherm aan de buitenkant. Er wordt alles uitgezonden van de Olympische Spelen. Dus ze focussen wel echt erop dat de gemiddelde Amerikaan de Olympische Spelen nu thuis gaat moeten beleven. Ja, want de reden erachter is dat Comcast, het hoofdbedrijf van Universal, daar valt ook NBC onder. En NBC heeft de uitzendrechten een paar jaar geleden gekocht. Die zijn geldig tot en met 2032. Dus dat verklaart wel waarom ze er goed promotie van maken. Want dat was een koopje. Het 7,5 miljard dollar. Ja. Ja, dan mag je gewoon even Olympische Spelen uitzenden. Ja. Dus ik snap nu heel goed waarom Universal zo aan het pushen is, dat mensen weten van, hey, wil je de Olympische Spelen zien? Ga naar NBC en ga daar gewoon live kijken. Flinke investering. Wat er recent ook een investering was, was de nieuwe, ook in dezelfde straat toevallig, Jurassic World Tribute Store. Ja. Ook iets waar we lang naar uitkeken. Ja, en het leuke is, we hebben die Tribute Store, hebben we al een paar keer hebben we die aangehaald. Dat is dus een winkel in Universal. Die bestaat uit een ruimte of 3-4. En iedere keer nu wordt er voor een nieuw thema-event, wordt die hele ruimte wordt helemaal omgebouwd en helemaal tot in de puntjes gethematiseerd. Want wat zat daar vroeger eigenlijk? Want recent was natuurlijk ook die van Mardi Gras. Maar wat heb daar voorheen altijd ingezeten? Was dat al een winkelruimte? Niet echt iets, volgens mij. Want het loopt ook heel raar qua routing. Ik heb niet het idee dat daar echt iets heeft gezeten qua winkel en dergelijke. Dat is altijd volgens mij gebruikt. Moeten we eens even uitzoeken wat daar eigenlijk is. Ja, als een soort overloopruimte volgens mij. Maar het toffe is dus nu dat hij nu helemaal in het thema van Jurassic World staat. En je komt binnen, de eerste ruimte is helemaal de Velocicoaster Control Room. Tweede ruimte is volgens mij dat je echt in het oude park bent. Een soort jungle gedeelte een beetje. Ja, een soort met de raptors in de tweede ruimte. Derde ruimte is dan inderdaad dat je in het oude park bent, in het laboratorium. En de foodcourt. Zit er nog een foodcourt? Ja, zoveel Easter eggs zitten erin. Er zitten zoveel props en je zou bij wijze van spreken een hele show kunnen vullen met alleen maar de props die ze gebruikt. Allemaal objecten die ze in de Jurassic films hebben gebruikt, van het stambeeld van John Hammond uit de eerste Jurassic World film tot de hoed van Alan Grant. En de scheerschuim. De Barbasol can inderdaad, waar de embryo's in gaan. Ja, zo gaaf. Heel veel echt signature snacks ook, die specifiek voor die experience zijn ontwikkeld. Maar tof is dus dat Universal investeert zoveel geld, moeite, tijd en ruimte in een winkel die ze waarschijnlijk met 1 à 2 maanden, want de Mardi Gras shop heeft volgens mij 3 maanden is die open geweest. Daarvoor zat er de Christmas shop, nou die was ook 2 maanden. Daarvoor was het de Halloween, dus ook een maandje of 2, 3. Het is gewoon een mooie uitvalsbasis om nog extra merchandise van Velocicoaster natuurlijk te verkopen. Ja, en er zitten aanloop. Een paar snacks tussen. Nick, jij hebt net het lijstje. We hebben even hier voor ons de menukaart, want onze derde host Tim, die is toevallig gisteren daar naar binnen geweest. En die heeft ons een hele map vol met foto's die hij allemaal heeft geschoten. En nou heb ik even het menubord voor ons. Nou, ik ga het niet allemaal opnoemen, maar
Ik zie gekarameliseerde dingen. Ik zie de dick in jar. Dus letterlijk een beker waar aarde chocolade in zit. Een soort krummel chocolade. Mooi, en dan cake. Kan je dinosaurusbotjes kon je opgraven. Ja. En dan mag je die jar, die mag je ook houden. Leuk. Nou, $12. Oh, lekker. Ik zie Oreo cookies, Jumbo Oreo cookies. Oh, die Whoopie Pie, dat ziet er ook lekker uit. Chocolate fudge, birthday cake fudge, chocolate egg. Dat is wel leuk. Dat is een chocolade-ei. En als je die kapot slaat, zit aan de binnenkant zit een raptor. Die ook eetbaar is, of is dat een collectible ding eigenlijk? Nee, kan je ook eten. Ook chocolade. Kun je ook gaan eten. Ja. $18, nou, duur chocolade. Een Amber gummy, dus dat is zo'n soort... En dat vind ik het allervetste wat ik daar heb gezien. Dat ja. is een ja, moet zien als een halve tennisbal, moet je eigenlijk zien, van gelei. En daarbinnenin zit de mug uit de film. Ja, dus hij is ook heel oranje. Ik hoop wel dat het chocolademug is, dat je niet een echte mug zit op het na. Nee, zo'n Orlando-mug, die zijn niet, goed. Maar dat ziet er heel vet uit, natuurlijk, wat refereert naar de eerste film, waar de mug wordt gevonden in de mijnen. In de... Ja, dat eigenlijk de oorsprong is van het hele Jurassic-verhaal. Het ziet er heel stoer uit, ook de zaak zelf. Wat me wel een beetje tegenstond, is het is een hele donkere zaak. Dus je merchandise is moeilijk te zien. Ja, klopt. Dat viel me wel op. Als ik de foto's zag, heel veel shirtjes. Ja, dan is het een blauw shirtje, zwart shirtje, paars. Ja, dat kun je niet goed zien door die show. Dat zie je pas als je hebt afgerekend en buiten staat. Maar ja. Dan zwaait Universal naar je van, thank you for your money. Is het misschien leuk om nu even naar het verslag van Tim te luisteren, die de winkel heeft bezocht? Ja, absoluut. En ik ben wel benieuwd wat zijn review hiervan is. Hi everyone, your reporter Timbo Slice here, and I welcome you back to Universal Orlando Resort as we dive into the new Jurassic World Tribute Store. Start off by saying this is probably the best tribute store that Universal has created so far. We begin our journey going underneath the Jurassic World Arch with a small greeting from Injun. The first room you come to is the control room for Velocicoaster. Any merchandise of Velocicoaster can surely be found here. The room is filled with monitors giving us stats and insights of its newest coaster and the Raptor Pack. I thought this was a neat idea. The panels on the control stations were integrated as a U-Design kiosk to make your own custom phone cases. You can also get a moldorama of the T-Rex. With all the monitors, fuse boxes, and cables all around, you sure felt like you're in the command outpost for a Velocicoaster. Next, we head in Jurassic Park's Pass with the Paddock Room. Universal recreated the Raptor Paddock from the 1993 film, and you're greeted with some hungry raptors. The raptors even growl or snarl as you look around. Two of the raptors are standing on a damaged engine container. The merchandise fits in well with the paddock's fencing, and for the raptors to stand on, this room definitely led up to its tribute name. As we head into the next room, the hallway gives us some unique posters of Jurassic Park, T-Rex, Velociraptor, and the Dilophosaurus. We finally entered the lab, and this is my favorite room. The lab contains rare props from the Jurassic Park franchise. Right in the center of the room is the incubator machine where the baby raptors were being hatched in the first movie. And also on the inside are screen-based Velociraptor eggs. The infamous Barbasol Cairo can be found here. Also, Alan Grant's hat is also seen in the same case. You can find legal and financial documentation of Jurassic Park and Lost World films throughout this room. The lighting in the room makes you feel you're walking around an abandoned facility. Also, watch out for the compies. They might be looking around for a snack. Merchandise in this room is also retro-themed, including Mr. DNA himself, and he has his own Motorama machine. The final room is the Gentle Giants. As you walk in, you're greeted with a snuggly Triceratops in her pen. Dino Chow is nearby for show. There's also even a gumball-type dispenser with dino food in it, which gives it a nice touch. This room also features all the themed food and drinks for the franchise. First is the Treat Outpost, which has a lot of delicious treats behind the giant display case. Next is a fossilized Amberstall, which is a gummy version of the Ambers found in the franchise. Lastly is the Egg Nursery, where chocolate eggs are waiting to hatch with chocolate dinosaurs on the inside to eat. As you exit the tribute store, we're respectively left with a statue of John Hammond himself. I believe this is the first time a tribute store created by Universal was used just for a single franchise instead of multiple franchises packed into one. This will definitely be a fan favorite store for the summer until Halloween Horror Nights 30 returns. I'm excited to be a third host of the Upper Lot Podcast and can't be thankful enough to be part of this team. And I'll catch you next time here at Universal Orlando Resort.
Ja, dat was Tim weer. Ja, super. Ja, ik vind het echt wel fijn dat we onze eyes on the ground hebben. En zeker op dit soort, met dit soort dingen. Ja, want we hebben dagelijks contact. Ja, maar het is ook leuk om af en toe gewoon op die manier wat zijn toevoegingen aan de show te horen. Absoluut, absoluut. Dat was de Tribute Store. En om gelijk weer even door te gaan, ook een beetje het Orlando verhaal af te sluiten. Natuurlijk de Velocicoaster opening. Ja. En ja. De beelden zijn heel vet. We hadden natuurlijk alle beelden in de on-rides al gezien. Universal heeft zelf natuurlijk heel veel geteased en hele mooie producties gemaakt van on-ride video's met mooie heel kwaliteit. Slim ook om die on-ride video zelf uit te brengen. Daarmee haal je eigenlijk alle vloggers, bloggers en wannabe Insta-YouTubers. Die zet je allemaal buitenspel. Ja, ze hebben het gewoon heel slim gedaan. En ook met de Today Show, wat gigagrote dagelijkse nieuwsuitzending is in Amerika, die daar live te plekken een aflevering laten is ook doen. Weer van NBC, hè? Dus, het is allemaal ons kent ons. Het is gewoon super slim die marketing daar naar voren maar te brengen. Het allermooiste vond ik vandaag Bill Davies. Ik ga zeg met, maar zo. Met de churro. Met de churro. En wat was die churro? Die was? Ja, die was een Jurassic churro, toch? Nee, gratis. Oh ja, inderdaad, ja. Universal geeft iets gratis weg. Ja, maar het mooie is, en dan moet je eigenlijk de inside joke weten. Disneyland in Anaheim ging weer open. en daar waren de churros op. Terwijl de churro is een signature snack voor Disneyland. En de churros waren op. Er waren geen churros meer. Lastig. Waarop Universal Studios Hollywood daar direct op inhaakte. Online, uiteraard op Twitter en op Instagram. Yo, hey, als je churros zoekt, we hebben nog voldoende churros. Hè? All you can eat churros, kom allemaal Universal Studios Hollywood. En dat nu inderdaad de president van Universal Orlando daar staat. En met een churro in zijn hand. En daar iedereen staat te zwaaien en zichzelf laat fotograferen voor de Velocicoaster met een churro. En dan inderdaad, jongens, gratis churros voor iedereen. Ja, als jij vandaag iedereen komt, die de achtbaan uitkwam bij de exit, daar stond een churro stand. Wat ze hadden ook in de dagen ervoor een beetje bekendgemaakt van, we komen met een grote aankondiging. Toen maakte iedereen al de grap, oh, er komt een nieuwe churro stand. En die komt er ook echt, althans voor die dag. Iedereen gratis churros, ja, leuk. En dat is ook omdat de grap van Universal inderdaad iedere keer als we wat nieuws bouwen, nee, we bouwen niks, we bouwen een churro stand. Dus door eigenlijk je eigen grap zo goed uit te voeren en op deze manier ook een hele dikke vette knipoog / hak te maken naar je allergrootste concurrent, ja, goud, echt. Ja, ik vond het leuk. Geweldig. En dat stond over op social media, dus het is ook weer marketingwaarde, super slim. Absoluut. Daarnaast, het was eigenlijk net het ene laatste dingetje waar ik nog even mee wil afsluiten, is dat er ook een nieuwe cocktail beschikbaar was. Altijd goed. In het Hard Rock Hotel hadden ze al een beetje ingespeeld op de Velocicoaster met een bepaalde cocktail. Maar ook binnen Universal Islands of Adventure is een eigen cocktail, de Raptor Claw. En die is te kroop bij de Confisco Grill. En die zit helemaal in het begin bij Port of Entry, bij de entree van Universal. Dus dan kun je je cocktail kun je daar nemen en dan kun je alvast over het water lopen. Ja, als Jezus loop je rechtdoor. En dan kijk je over het water heen naar de Velocicoaster. Oh, en dan loop je daar naartoe. Maar stel je bent aangeschoten met die warme zon en je moet naar de hele andere kant van Islands of Adventure. Hey, dan, dat duurt lang hoor. Ja. Dan is die Mosasaur roll is misschien net even te veel voor je maag. Je maakt al een Mosasaur roll onderweg. Nou, daarmee hebben we eigenlijk al het nieuws van Orlando afgesloten. En dan gaan we nu naar het volgende park, iets verderop, die we net al bespraken. Universal Studios Singapore. Ja, en de vraag weer te beantwoorden van Tim. er is geen nieuws. Dus is geen nieuws. Ik wil het er best over hebben. Maar het is open. En er zijn mensen die gaan er naartoe. Ja, en die hebben het gezellig. Er is echt totaal geen nieuws, geen aankondigingen, helemaal niks. Toch eigenlijk wel slecht, hè, voor zo'n gigagroot park. Ja, maar wat al zeiden, het is een lokaal park hier heeft nog meer nieuws dan dat zo'n groot resort in Azië heeft. Ja, alleen een lokaal park hier heeft niet de Mummy, heeft niet Madagaskar, heeft niet Transformers, heeft niet Spaghetti Space Chase. Oh. Volgende park, Universal Studios Beijing. Ja, ook een beetje terugkomen. Ook daar hebben we al een beetje antwoord op gegeven. Ja, de soft openings die zijn er, maar die zijn er officieel niet. Er zijn allemaal hele goede foto's weer naar buiten gekomen. Allemaal natuurlijk illegaal, maar we hebben hele mooie beelden gezien. Oh. Ook wat mij heel erg mooi is meegevallen is Kung Fu Panda Land of Awesomeness. Ja, heel mooi uitgelicht ook. Zelfs met gewoon het werklicht aan, zag er al mooi uit. Ik denk als dat met sfeer ligt. En ze hebben heel veel met project mapping gedaan. Dus heel veel watervallen binnen zijn allemaal
digitaal. En ik denk dat dat er wel heel stoer uitkomt. Ik denk dat je echt het gevoel gaat krijgen alsof je in een animatiefilm loopt. Ja. En ik denk dat dat echt wel... Maar ik vond geen overkill. Ik had absoluut niet. Met China, het wordt heel kitserig. Maar dat valt me echt... Nee, in dit geval heeft Universal Creative heeft echt wel de bovenhand gehad, zeg maar. Ja, mooi. Ook het Jurassic gedeelte. En ook de hotels zijn helemaal klaar. Van binnen ook alle dinerzalen. Er werd al gegeten. Er werden al eerst gasten ontvangen. Ja, we konden nog niet boeken, hebben we net al even gekeken. We hebben net even gekeken, ja, om te kijken of we toch die kant op konden. Maar dat gaat nog niet, helaas. Maar het ziet er wel allemaal heel gelikt uit. Het moet nog wel even natuurlijk een beetje groeien. En we hebben al heel veel foto's gezien van bovenaf. En er wordt nu al gesproken over uitbreidingsmogelijkheden. Er is grond genoeg eromheen. Ja, ik denk dat de eerste die ze aankondigen straks, dat Hagrid zal zijn. Zou die daar naartoe gaan? Ja, 100%. Ja, het kan wel mooi, naast Hogsmeade. Er is daar precies ruimte waar die precies zou passen. Dus dat zou gemiste kans zijn. Ik verwacht wel binnen 2-3 jaar dat daar een hele grote uitbreiding erbij komt. Ja, en Fast and Furious is al voor de opening gecanceld. Dus alleen maar goed nieuws eigenlijk. Dan moeten we dat toejuichen. Universal luistert zelf ook nog. Oh. Dat is niet zo slim. Sorry, Universal Nederland. Ja, de openingsdatum. Ik hoop 1 juli. Laten we het open. Nog even afwachten. En dan komen we op het laatste gedeelte op de Wereldbol. Dat is Universal Studios Japan. Ja. Japan zit een beetje in een moeilijke fase op dit moment met de coronamaatregelen. States of emergency, beperkte openingstijden. Het park is wel weer open, maar dan weer alleen overdag. En dus er zijn echt nog wel een hoop haken en ogen op dit moment. En inderdaad, we hebben het al aangehaald, de Olympische Spelen komen eraan. Dus ze willen in Japan ook echt geen risico nemen. De trots van Japanners is zo hoog. Dat stel dat ze dat nu nog zouden moeten afblazen doordat er binnen in het land een of andere corona... uitbraak is, dat willen ze echt absoluut voorkomen. Maar wat wel raar is, voor mij hoorde ik het laatst in details. Disney is wel open. Natuurlijk ligt dat giga ver. Tokyo Disney, ja. Maar je merkt gewoon echt dat Universal dicht moet, die een beetje in het zuiden van Japan ligt. En Disney een beetje halverwege tot richting de noorden. Ja, het is een enorm land. En als het per regio verschilt, Osaka is een enorme stad. Industriestad, ook afhankelijk van handel en reizen. Grote haven ook erbij. Dus ik denk dat ze daar gewoon geen risico nemen. Dat daar misschien de maatregelen in Osaka wat strenger zijn dan dat ze in Tokio zijn. Ja, want Universal wil natuurlijk wel mooi de marketing meepakken met de Olympische Spelen. Natuurlijk voor Super Nintendo World, wat gezien. Ja, Super Nintendo World zou voor de Olympische Spelen moeten openen. Het idee was juist, de mensen die zijn toch in Japan. Hey, pak zo'n bullet train en kom ook even bij ons langs. Dat window, dat missen ze helaas. En nu we het over Super Nintendo World hebben, daar zijn van de week kranen gesignaleerd. Ja. Bouwkranen. Want zullen ze... Verticaal gaan, om Ralf even te citeren van details. Hashtag verticaal gaan. Ja, de Donkey Kong. Zouden ze er al aan beginnen? Ja, dat denk ik wel. Ja, zo snel al? Ja, kijk, die hele hoek daar, in principe alles is klaar. Ze kunnen daar rustig werken. Het zit aan de zijkant van het park, achterkant van het park ongeveer. De achterwand, die is al klaar. De voorkant is al klaar. Dus hoef eigenlijk alleen die attractie er maar in te lepelen. Ja, maar even de mensen die het gemist hebben. Je hebt daar Super Nintendo World, het nieuwe themagebied. En er waren al plannen gelekt, er waren eigenlijk al maquettefoto's toen de tijd, dat de volgende uitbreiding zou gebaseerd zijn op Donkey Kong. De franchise, daar zou een achtbaan in komen en nog wat andere interactieve gebieden. Ja, wat zullen eraan vastgekoppeld die foto's zit van die patenten wel even delen van de achtbaan? Ja, dat is wel leuk. Dat is wel een heel interessant achtbaantype die ook al klaar is. Die hebben we op testsites al heen en weer zien gaan. Ja, ik ben heel benieuwd of ze daar al nu mee gaan starten. Dat zou natuurlijk wel een heel mooie toevoeging zijn. En voor mij persoonlijk het land wat meer compleet maken. Ik vind het huidige land nog net... Ja, ik denk ook... Het is vet, ik denk het ziet er vet gezegd, uit, maar... Voor Hollywood krijgt natuurlijk hetzelfde land dat het daar wel... wordt het nog kariger. Ja, dat wordt wel heel beperkt inderdaad. Maar goed, het is immens populair daar. Ik bedoel, je ziet alle foto's. Iedereen loopt met zo'n Mario hoed op. Elke Japaner die in het park is, die loopt met met zo'n power-up band in de ronde. En dat speelgoed in die merchandise gaat heel goed daar. Daar wordt echt heel veel mee gedaan. Heel gaaf super. Ook. Dus daarmee hebben we eigenlijk de wereld weer rond. Ja, onze Universal Globe hebben we... En we hebben ook natuurlijk de digitale wereld, om nog even keer te noemen. Want waar kunnen mensen ons vinden? Kunnen ons vinden op alle social media uiteraard. Met de handle @upperlotpodcast. En zoals we net al zeiden, we zullen daar ook weer aan de hand van de uitzending weer verschillende beelden delen, patenten, foto's, on-ride video's. Maar houd zeker in de gaten, want deze periode gaat weer zoveel gebeuren rondom Universal. En blijf ons luisteren op Spotify en andere favoriete diensten. En natuurlijk Apple Podcasts. Die laatst tijd een beetje problemen hebben met de streaming. Daar kunnen wij niks aan doen, maar daar heeft iedereen wereldwijd last van. Maar volg onze Apple Podcast en laat een recensie achter. Dat zouden we echt super tof vinden. Ja.
En nogmaals, bedankt voor alle luisteraarsvragen. En mocht je wederom vragen hebben, stuur het naar ons. Wie weet zit jij in de volgende podcast. Zeker. Tot de volgende.